2, 1, ja! ja. Hey, al papier weg, alle vragen weg. Yes! En ook niet yes. Houding, en de... Welkom bij Maandag. Lala. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En uh, weer een nieuwe week, vol nieuwe kansen. Nieuwe videogames waarschijnlijk ook. Dus het uh, gaat weer een prachtige week worden dan, toch? Of niet? J jij, jij hebt uh, de games van januari gedaan. Dus jij zou moeten weten wat eruit komt deze week. Ja, niet, jij bent die gast. Niet Bart. Jij bent dat. Volgens mij was het enige echt interessante deze maand was Hitman 3. Ja, toch man. Volgende week. En die heb jij gespeeld. Nou ja, volgende week komt die uit. Dus ja. En volgende week mogen we volgens mij ook de review doen. Dus. Ja? Dit was de preview nog. Hè? Ja. En hoe vond je de preview? Ik, uh, uh, ja, leuk. Waar ja. heb je het op gespeeld? Per se? Ja. Ah, nice. Maar het, het, het is gewoon weer die Hitman van de afgelopen ja, maar, twee delen. Dat Want het is gewoon... Wat het ook had moeten zijn. En wat het is. Gelukkig ook. Dus, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, jongen. Want we gaan het vandaag ten eerste hebben over... wat er morgenavond gebeurt. Ja, morgen hebben we een, een, een CES E3-stijl-achtige presentatie... van ASUS ROG. En dat begint hier om kwart voor zeven... op twitch.tv slash GameKings. Waarbij we gaan voorbeschouwen, de presentatie gaan kijken... en gaan nabeschouwen. En dat doe ik met niemand minder dan... Steven. Yes. Ja, je wijst mij aan. Ja, met Steven. Dat doe ik met Steven. Dus lieve mensen, ga het morgen allemaal kijken. Gewoon op twitch.tv slash GameKings. Ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Dus uh, gaat helemaal goed komen. Lekker, 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 lekker. Was het een, uh, een, uh, een crypto weekend? Of gewoon Bitcoin weekend, mag ik dan zeggen? Nee, ik heb me dit weekend uh, eigenlijk niet meer bezig. Destalleert een beetje. Ja, ja. Ik, ik, ik ben er helemaal niet, zo, niet meer zo geïnteresseerd in. Nee. Ik, voor, in 2017 volgde ik echt. Alles op de voet. maar ik heb alle headlines, noem het allemaal. Het interesseert me niet. Top. Het, weet je, ik luister. Niet helemaal waar, ik luister twee, drie podcasts en die zijn interessant, maar omdat die vooral over fundamentals gaan, niet over prijzen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat vind ik heel erg interessant en that's it. Top? En voor de, voor de rest, hodl. Ik zie, want ik zie <laughs> namelijk om me heen. Hier en daar wat mensen die er heel erg mee bezig zijn. En dan niet per se met bitcoin, maar met, ook met de andere shit. Ja, shit, um, ja inderdaad. En ik. Uh, ja, die, die beleven veel meer stress dan eigenlijk nodig zou moeten zijn. Ja, nou, uh, is, het is en blijft van, natuurlijk ja. een risicovolle... Belegging. sector. Ja, ja, ja dat is gewoon zo. Ja, uh, je kan erin geloven dat die echt heel erg veel waard gaat worden. Mm -hmm. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dat is geen garantie. Dus uh, wees je daar wel van bewust en laat je alsjeblieft niet door andere mensen vertellen of je het nu wel of niet moet verkopen. Ja. Verdiep je gewoon erin en, en als jij erin gelooft, doe het. En, en ben je, je risico-averse, dan doe het niet. Nee. Zou ik zeggen. Ja. Oh. Dan iets uh, nog veel belangrijkers. Uh, wat heb je dan wel gedaan dit weekend? Um... Among Us. Ik heb voor het eerst Among Us gespeeld. Nou, dus, ik zie, uh... je bent ook meteen gewoon ja, Nederlandse ja, 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 streamer-outfit. Ja. Echt zo'n lulletje. Mooi, hè? Ja. Echt. Nee, ik heb al Among Us gespeeld. Nee, maar ik stream het niet, want je kan Among Us helemaal niet streamen. Want dan, dan, dan geef je weg wie de imposter is. Ja, maar dat is, en... dat is dan uitgaan van goed vertrouwen dat de anderen niet jouw stream kijken. Ik weet het. <laughs> nee, ik heb dat voor het eerst gespeeld. En ik vond het echt heel erg leuk. We hebben het gewoon off-stream gespeeld met, uh, met zeven man Rudolph Smash en nog een paar, weet je wel. En ik mm -hmm. was gewoon hartstikke gezellig. En ja. uh, de eerste keer was, was ik echt binnen, binnen no time <laughs> gelijk de, uh, ejected into space. Maar, Duh, de eerste die gekild moet worden als jij niet de killer bent, dat ben jij natuurlijk. <laughs> ja, ja, en uh, dat is dan ook voorgekomen. Maar het is echt een hele leuke game. En, uh, weet je, laat je niet, uh, laat je niet uh, uit het veld slaan doordat YouTubers het spelen. Want, ook heel veel irritante YouTubers spelen mm het. -hmm. En dan denk je, eh, uh, nee, dat wil ik nou, ik, weet, ik zit wil zit zo'n ik, zo ik wil niet so. zo'n guy zijn of zo. Ga het gewoon spelen, met vrienden. Ja. Ik, ik heb het nu gespeeld uh, met mensen uit Discord. En ik ga het ook absoluut spelen. Ik heb het al gelijk gezegd tegen mijn vrienden. Download even Among Us, ook al is het op een mobiel of wat dan ook. Je ja. kunnen even die game gaan spelen. Ja, nou ja Ik heb er nog steeds niks mee. Nee? Oh, ik vond het wel. Nee, ongeacht ja. of, het, uh, of het vervelende YouTubers zijn zoals die naast me, wat ik net al zei. Maar het is, dus, ja... Maar zou niet? We, nee, wat, ik, ik, dat? Weet, ik weet niet. Uh, 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 nou ja. de, 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 kijk, ik zie mensen zeggen: schapenspel, nou, dat. Ja, maar om die reden niet. Ik heb nee, ik ja, niet. Maar Dat vind ik zo'n slap argument. Nee, dat, dat zeg ik ook dus. Ik, niet ja, daarom. Nee, maar ik zie dat altijd inderdaad zoveel mensen zeggen: Dat vind ik zo'n slap argument. Als je ergens fun mee hebt, dat zal je niet. Daarvoor zijn er videogames gemaakt. Weet je wat het denk ik is? Dat je, je hebt toch die soort van die dat overlegperiode. Ja. Mensen die door elkaar schreeuwen, dat is, dat is een van de slechtste dingen die ik echt niet kan trekken. Gewoon. Oh, bij, bij ons ging dat best wel goed eigenlijk. Niemand, okay. uh, we praten heel rustig met elkaar, gewoon rustig overleggen en, uh, en af en toe ook skip de Maar uh, Tom, ik stak iemand neer in de, uh, in de engineering room en mm -hmm. uh, Tom zag het. <laughs> die kwam mij letterlijk naar binnen. Dus die vertrouwde mij op een daad. En tjup, die gepoort mij met meteen. Hé hey, jongens, ik heb de kozen op hete daad uh, iemand zien neersteken. Ik zei, uh, ik was er niet. Maar ik weet dat Tom het ook niet was, want die komt echt letterlijk net binnen. Dus dat <laughs> weet ik zeker. Ik werd er niet uitgestemd. Jesus. <laughs> mensen, mensen. Oh, die shit was leuk. Ja, die, die shit was leuk, Tom. Echt heel eerlijk. Dat was wel uh, echt lachen. Tom, ja. Tom helemaal paniek. Maar ik heb het zien gebeuren. Ik zeg, jongens, ik was er niet, maar Tom was het ook niet. Oké, okay, dat klinkt inderdaad alsof het heel rustig en uh, beheerst en gestructureerd was. Ja, ja was het ook. Ja. Ja, echt waar. <laughs> maar wat heb jij gedaan verder? Nou ja, ik, uh, ik dacht, de één ding wat we allebei hebben gedaan het weekend is Ajax gekeken. Ajax en PSV. Ajax tegen PSV. Ja. PSV Ajax. Wat vond je ervan? Ik vond een mooie wedstrijd, ook voor no vanuit een neutraal perspectief. Ja, ja leuk zeker. Ver, het zat een leuk verhaal in, in de zin van, het uh, was een snelle voorsprong en een mooie het comeback. Hak, dat hakje van Donjan Malen, jongen. Dat had zo van oh. mij kunnen zijn. Bij het eerste doel. Ja, dat was zeker. Een oh, 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 oh. Maar even zonder rijden. Waarom begint hij nou gewoon niet met zijn beste elf? Ja, ik snap er geen drol van. Maar nee, toch? Nee, maar Je ziet, hij komt erin en dat gaat ook veel beter. Hij ja. als in Halle? Ja. ja. Ja, zeker. Ik bedoel, je hebt een kapstok. Hij houdt de bal vast. Hij kan eindelijk ballen verlengen. Nee, ik vond hem goed. Uiteindelijk hebben we gewoon weer een, een frisse spits. Ik weet, ja, ja oké okay. niet, niet te veel uh, over voetbal doorlullen. maar niks ten nadelen van uh, Labiat of uh, een Hij ah, is geen spit. Een ja, trouwerij trouwerij out, wel maar... Uh, ja maar Traoré is niet, niet goed een voetballer huh. uh, dus uh, voetbal en Final Fantasy XIV. ja fucking vet toch ik, uh, ik ben er weer ingedoken ik heb het is wel een derde vierde karakter die ik dan nu level 20 plus heb maar nu kan je gaan spelen tot en met level 60. Moest je dan wel een nieuw account voor maken, maar dan hoef je ook echt heel lang niet eh, naar te kijken. Uh, ja, maar ik ben nu al bijna level 30 na drie dagen, vier dagen spelen. Um, ja. Omdat je ook best wel veel XP-bonus hebt en werk voor wat. Um, dus ik, ik had wel eventjes zo'n betaald dingetje gedaan. Gewoon bij mij voor... eh, gewoon. Of, niet. Wat is het voordeel dan? Gewoon gunnings, man. Ja, maar je kan toch tot en met level 60 gaan spelen? Ja, weet ik, Mag niet uit. Ik heb, maar, ik heb al die dingen al op mijn eigen account. Alles, Alle content, alle dingen. Alle Bonussen, Oh, alle op je oude your... kant heb je weer gespeeld. Ja, ja. Ah, oké, okay, okay, okay. ja, ik wou het zeggen. Want voor die level 60 heb je wel een nieuwe kant nodig. Ja, 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 maar dan heb je dan dan heb je ook niet al uh, expansies erbij, toch wel, uh, tot, tot en met Stormblood. Ja, nou, nu heb ik alles, oh, dus okay. in die zin, weet je, volgens mij, wat is het, twee tientjes of zo voor twee maanden? Fuck het. Ja, ik ja prima. Nee, je, En ik deed het in eerste instantie niet eens doordat ze maar skate nu dat gaat streamen of twee dagen heeft gestreamd. Uh, um, maar gewoon omdat ik er zelf weer even zin in had. En het is wel echt even pittig om het eerste verhaal door te komen. Want het is alleen maar Fetch Quest. Ja, Realm Reborn is heel even pittig. Maar de, daarna, daarna gaat het oh, los. Dus. Oh, jezus. Nee, ja, ik, ik, heb, ik heb het eigenlijk nooit meer losgelaten. Het, het is voor mij eigenlijk m n, m n, de, de rode draad. Door Twee jaar lang al, met, ja. met wat andere games tussendoor. Maar Final Fantasy XIV, fucking hoop. Ja. Ik, uh, ik speel op dit moment met een Turge. En uiteindelijk wil ik dan de Black Mage. Ik ben een Gunbreaker En ik speel met de Aura. Beste Final Fantasy ooit gemaakt? Ja, zou best wel kunnen. Uh, zeker verhalende wijs vind ik het echt een van de beste. Pet. Ja, ik zie trouwens nog één vraag voordat hij helemaal uit het beeld verdwijnt. In Vietnam aten jullie de lekkerste boentje. Oh ja. Hebben jullie, die, hebben jullie in, in Nederland ook ergens een plek waar het kan? Nee, nog geen uh, plek gezien waar ik zo'n lekker boentje op had. Hier in Amsterdam was er eentje, volgens mij bij uh, The Bird. dacht ik. Of in ieder geval daar in de buurt. Oh, ja, ik ik wou zeg, niet zeggen, want The Bird zo... is thuis. Ja. Ja, en maar, bun cha is mee. Ja, maar daar in de, daar in de buurt. Ja, oké, okay, daarom, in die buurt. Ja, want Jelle had dat toen een keertje opgezocht. En, uh, maar dat, dat was niet zo lekker als. Nee. Dus, ja. dat lijkt me ook niet heel makkelijk. Je moet, je moet, gewoon, lekker, uh, je moet gewoon lekker naar Vietnam. Dat, dat sowieso. Dat is niet zo heel duur. Uh, als je naar Vietnam gaat, ga dan echt. Hanoi, ik vond het echt tof, maar ga alsjeblieft niet naar het Engels toeristische gedeelte waar wij Ja, Daar moet je ook een keertje gaan. Ja, Gew tuurlijk. Gewoon één avond moet je daarheen gaan. Uh, ga daarheen voor de bia dat zou wel... en, en de lekkere shakes en happies en weet ik veel, wat je daar allemaal hebt. 19 cent hebt. voor een maar, biertje, weet wil, je, je? wil je de mooie kant van Hanoi zien? Ga dan naar de, de oude uh, Franse uh, koloniale gedeeltes. Mag ik heel even een shout-out geven naar deze hele gruwelijke chat? Die, uh, die vinden net zoals ik Final Fantasy 9 de beste Final Fantasy. Shout-out naar jullie. Okay. Echt een hele gruwelijke game. Zullen we brief gaan uh, beantwoorden? Het is uh, misschien wel het moment om. Uh, Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, Jongens, zal ik beginnen met de eerste? Nee, begin maar met de derde. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey Bart. Je, dit gaat helemaal mis zo. Nee, nee, nee doen, we niet, doen we niet. Oh, in het uh, Spaans. Ik kan geen Spaans. Maar hier staat... Huh? Waar ben jij dan? Boven. De eerste is van Ralf de Man. Dus dan zit ik toch de derde te lezen. Ik heb. Oh, 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 oh. Ik heb helemaal. Verkeer. Oh, man, wow. Dit gaat helemaal fout. Huh? Ik heb andere brieven voor mijn neus. Ja, dit is zeg maar gewoon het uh, Google Doc. En uh, saludos de las uh, Reyes del Juego. Uh, oh, ga, maar, had, dit uh... zijn de vragen van vorige week. Hebben we nu in één keer alle maanden vragen in een ander document gezet? Oh, jee. Dit gaat heel. Ja, brievenmaandag 2021, hè? Hallo. Nee, we gebruiken altijd hetzelfde document. Behalve vandaag dus. Nou, dan kan deze ook weg. Oké. Okay. Daar gaan we weer. Saludos a los Reyes de Juego. Oftewel, salut, Game Koningen, Game Kings. Zit kort, premium en geniet met volle teugen van alle materie. Ik vind met name de mix van de OG-helden, Boris, J.S.K. en Steven, met de nouveau Riche, Jelle Kozenaan. Echt te gek. Keep it up, dankjewel. Uh, big up naar de recent geüploadde item special over OLED TV's. Super vet om een keer Oldschool Game Kings TV feeling item te checken. Sjaarlijk nog meer. Was ook echt super leuk om te maken. Gewoon even met Steven op stap bij het hoofdkwartier van LG. Dat ja. ah, is gewoon leuk. En ja. Ik heb het ook nog even teruggekeken en het werd ook goed bekeken. Want het was een repost natuurlijk. We hadden hem al, uh, al lang op de website staan. We dachten van, oh, die moeten we ook nog heel even op YouTube zetten. Maar er was het toch alweer bijna 10.000 keer of zo mm -hmm. in een dag. Nou, ja, dat is wel nice. Al gehoord deze vraag, al gehoord deze vraag, moet ik dit geloven? Wat? Al gehoord deze vraag, moeten we dit geloven? Is het ik zo? heb deze vraag nog niet gehoord. Dacht ik ook, andere mensen denken het dat... ook. Denk... Uh, dat kan ook niet, want letterlijk die video's dus dit weekend online gaan. Ha! Dat kan ook helemaal niet. Ha. Dan hebben jullie door. Oké, okay, twee simpele vragen: gaat niet over tv's, gaat niet over OLED, maak je geen zorgen. Vraag 1: Ranking the Creed. Als en ik herhaal als de, zo noem ik het even, Assassin's Creed RPG reboot Trilogie in één keer tegelijk was uitgekomen, dus Origins, Odyssey en Valhalla. In welke game volgorde zouden jullie de drie uh, ranken van goed naar minder goed? Hier kan er dus niet gekeken worden naar welke game er eerder was en welke game meer van hetzelfde biedt. Puur zang de games op zich. Ik ga niet een ranking maken van mediocre shit. Ik vind het lastig, want het zijn drie bijna dezelfde dingen. Ja, het is uh, typisch Ubisoft. Nou, niet... je van het trap in je ballen, het trap voor je bek, kijk of een Gebroken arm, kijk, uh, hij zegt er wel bij van je mag niet uh, kijken naar welke game er eerder was, maar dat dat is eigenlijk <coughs> wat je wel moet doen. Want uh, Origins was de enige die die vernieuwing bood en daarna was het weer good old Ubisoft. Added again, ik vind het zo jammer, man, want die, die studio is zo talentvol. Dat zie je wel, maar. Mm -hmm. Ja, die game sterft niet eens in ambitie. Ze, ze hebben zoiets van... Oké, okay, we hebben een vette wereld. We moeten het zo, veel, zo vol mogelijk stoppen. Ja. Niet, niet zo in plaats van... Laten we weinig dingen heel, heel erg uh, hoge kwaliteit doen. Laten we gewoon zoveel mogelijk dingen doen. En dan komt die game gewoon niet ten goede. Het leuke is, ik heb nu Valhalla. Ik heb hem nog niet echt aangeraakt. Um, die andere twee heb ik niet dus ik, ik zou niet weten waar, of ik de games moet beoordelen op wat voor games het zijn. Dus ik ga gewoon even een snelle beoordeling maken op setting. Dus vikingen, uh, 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 Egypte en Griekenland, toch? Dat zijn de drie die de setting. Dan ga ik voor Valhalla, dan Odyssey en dan Origins. Origins is de vetste. Uh, nee, dus de minste. Oh, de, mijn is precies andersom. Ja? Ja, echt precies andersom. Okay. Ik, ik hou niet zo van vikingen en dat soort dingen. Uh, het oude Rome en uh, weet je die Griekse mythologie dat vind ik wel vet mm -hmm. en weet je ja piramides en shit vind ik ook vet ja dus ja dat is precies mijn uh, andersom uh, qua volgorde maar het, 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 het is jammer want de, de vette Assassin's Creed zijn er eigenlijk niet meer um, ook al is Valhalla wel vet het is oké okay. snap het maar het, het is, is niet vet, het is gewoon ja. ik heb dit al duizend keer gespeeld inmiddels uh, nou in ieder geval niet de volgende delen, maar ik ken het wel. Weet je, alleen om de te kijken weet je al dat het hetzelfde is. Het ja, is dus, uh, dus denk... jammer, ik, ik, de Ezio games waren fucking geweldig. Daarna hadden ze eigenlijk gewoon moeten stoppen. Ja, dat zei, ze hebben ook gestopt, alleen ze ja, wilden gewoon, ze gewoon niet de naam de Assassin's Creed wilden ze niet droppen, want die was te veel waard. Ja. <laughs> Want het is geen Assassin's Creed, eigenlijk. Mm -hmm. het, heeft, het heeft een aantal invloeden ervan. Nee, ik heb echt veel liever dat ze een hele strak geregisseerde uh, 15-urige tot 20 uurige game maken. Ja. Dan wat ze nu de hele tijd doen. Want ja, nu kan je er wel honderden uren in kwijt. En, en sommige 60 tot 70, gewoon om het verhaal alleen uit te spelen. Maar uh, zoveel fluff en bagger, jongen. Echt, ja, ja. zonde. Echt zonde. Ja, die, die, oordeel over iets wat je niet hebt gespeeld. Maar door het te zien, weet ik dat het meer van hetzelfde is. En ja, natuurlijk, er is meer mogelijk. En, en hij heeft aardig, aardig wat collega's inmiddels die het uh, helemaal hebben uitgewoond. Die hem dat ook verteld hebben. Daarom. En uh, ja, uh, ik zie trouwens ook wel, Black Flag was de enige daarna die nog even goede afwisseling bood door die boter shit te doen. Ja. Fucking gruwelijk. Dat was vet. En al die shanties en noem maar op. Um, ik heb maar... ze allemaal gespeeld en allemaal kon ik er niet doorheen komen. Valhalla, misschien nog het meeste, maar ook dat was meer om hoe het eruit zag dan, dan mm -hmm. hoe het speelde. Ja, nou dan uh, nog een Assassin's Creed vraag, namelijk vraag 2: uh, Valhalla aan zich. Als Origins en Odyssey niet hadden bestaan, <laughs> ja, ja, kom op, beeld het je even in. Zouden jullie dan van een geniale game hebben gevonden? Nee. Let op factoren als: we kennen dit al, het is niet vernieuwend in de reeks, het exceleert nergens ten opzichte van de voorgaande delen. We vallen hier dus even compleet weg. Nee, nee, nee. Het exceleert niet nergens ten opzichte van voorgaande delen. Het exceleert nergens, mm -hmm. behalve in setting. Ja. De, de, die game draait alleen op setting, en dat is echt jammer. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. <tie> het, is, het is jammer dat het gewoon. Maar zelfs als Origins en Odyssey niet hadden bestaan. Dan, en, en Walla was de eerste van deze. soort van RPG-lite uh, Assassin's Creed. dan had ik het alsnog. steeds zo'n Assassin's Creed-game gevoeld. Weet ja. ja. leuk dat er een beetje een, een heel. heel licht RPG-systeempje is toegevoegd. Maar dat neemt niks weg dat de rest. allemaal nog steeds niet soort van top uitgewerkt is. Dus ja. Dat waren de twee vragen. Ja, het ding is, en ik vind het zo gek, want er is echt een hele grote schare fans. Uh, voor mm -hmm. SS Creed. maar echt een hele grote groep. Ik denk hier in de chat uh, dat er ook best wel mensen zijn die echt enorm fan zijn van deze game. Nou, ja. David ja. is een enorm fan van, uh, van deze game. Nou, Ik, ik waardeer David de smaak best wel. Nou, die reden uh, is ook dan dat ik nu. Uh, ik heb ze allemaal gespeeld. Uh, Odyssey, uh, Origins, maar dat, die heb ik allemaal allebei ongeveer 5, 6 uur gespeeld. Ja. En uh, ja, oké, okay, het werd gewoon niet beter. Dus nu had ik voor, voor het eerst zoiets van, oké, okay, ik ga er nu echt uren in stoppen. Want er moet toch iets zijn, er moet toch iets zijn wat, wat, wat die mensen zo vet eraan vinden. Maar ja. nu de twintig uur Valhalla, ik ben er nog steeds niet achter. Dus ja. misschien is het gewoon niet voor mij, dat kan ook. Ja, ja, ja. Maar, nou ja is, om diezelfde uh, reden slik ik altijd Valhalla als zoete koek. Dus, ja. Wacht even, maar even aan de chat vragen. W wat maakt Valhalla zo bruut voor jullie dan? Qua game. Da daar ben ik dan benieuwd naar. Leg het maar uit. Ik moet trouwens ook zeggen: ik zie Lex het zeggen. Immortals is leuk. Niets nieuws, maar best vet. En, heel, uh, en, en het klopt. Weinig tot geen bugs. Precies om die reden vind ik Immortals ook chill. Weet je, het, eigenlijk zou je het in best wel wat opzichten kunnen vergelijken met Assassin's Creed. Oké, okay, een beetje andere combat, ander stijltje en zo. Verder is het best wel heel erg Ubisoft. Maar er is iets aan die game wat wel gewoon lekker fris voelt en niet, uh, niet zo herhalend als de hele Assassin's Creed reeks op dit ik, moment. Ik zie uh, iets zeggen van Halla is heerlijk uh, is heerlijk popcorn vermaak en uh, dat sluit wel een beetje aan bij wat Q zei van uh, het is een beetje de Call of Duty van de open wereld games. Ja, nou daar. Daar kan ik me op zich wel eens vinden. Het is een frikandel, zegt Saakertijn. Mm -hmm. Ja, nou, een frikandel kan af en toe ook lekker zijn. Ja, ja oké. Okay. Maar dit, het is niet goed. Het is geen culinair hoogstandje of wat dan ook. Nee, nee, nee. Nee, nee dat was hem. Uh, alvast, muchísimas gracias. Uh, saludos, uh, Joelito Cortés. Nou, dankjewel, Joelito Cortés. Oh, wacht, hier begint de volgende ook meteen. Even kijken. Uh, b -b 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 -b. Ja. Beste Game Kings, tijdens de kerstvakantie heb ik onder andere de Game Control gespeeld. In de game zitten veel verwijzingen naar Alan Wake, een eerdere game van Remedy. Bij de lancering van de tweede DLC voor Control is door Remedy bevestigd dat beide games zich afspelen in het zogenaamde Remedy Connected Universe. Ook de volgende game van Remedy zou zich hierin gaan afspelen. Kunnen je het waarderen dat Remedy hun games qua verhaal met elkaar verbinden? Of hebben jullie liever dat Remedy liever enkel games met een enkel en op zichzelf staand verhaal maken? daarnaast nog de vraag naar welke remedy game kijken jullie het meest uit dit jaar? nee, uh, naar welke game kijken je het meest uit dit jaar? naar welke Jorik remedy of naar welke game? nee, naar welke game. maar moeten we niet eerst even over het remedy connected universe hebben? ik heb geen remedy games gespeeld, dus ik. maar ik, wat ik het een beetje, wat ik een beetje ik ben heel benieuwd naar het wel trouwens. wat ik een beetje hè? apart vind, dat je um... Um, het heel erg op jezelf betrekt. Dat, je, dat het jouw connected universe is. Weet je, leuk dat die verhalen uh, op zich staan en ook met elkaar te maken hebben. En dat, ik vind het altijd vet. Maar dat betekent wel dat je een remedy gamer moet zijn om dat hele verhaal mee te krijgen. Hoe dat? Nou ja, je, je, schijnbaar moet je dus Control spelen, L.O.A. spelen, die andere shit. Spelen. Maar, de, hoe heet het? The Witcher zou je zeggen dat is de connected universe met cyberpunk. Hoef je Witcher gespeeld te hebben om Cyberpunk te kunnen spelen? Nee, maar ik, het het is he Witcher is te los verbonden met Cyberpunk ja, nee, maar, om het maar, connected zo, universe. Nee, maar zo kunnen ze dat ook doen. Ja, nee, maar ik bedoel van zo kunnen ze dat doen. Ik bedoel heel veel losse Marvel films kan je gewoon los kijken. Tuurlijk. Mis je niks. Nee, maar het, het het is ook niet dat je iets mist als je het niet weet, maar het is heel erg van. Oké, okay, um, wij zijn verhalenvertellers, want het, ze zijn altijd met, best wel met verhaal bezig en ook. Proberen innovatieve shit te bedenken op het gebied van verhaal. Dus we moeten een connected universe hebben of zo. Interreferenties tussen games. En, wow, ja, ik en die vind personage het... komt terug in een andere tijdlijn. Ja, ik ik vind van. het tof. Maar je moet dus wel een, een remedy gamer zijn om dat een beetje mee te krijgen. Ja, Daar ben ik niet mee eens. Nee? Nee, je hoeft, je hoeft ook niet helemaal invested te zijn in Marvel. Om, 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 om een losse Marvel film te kunnen waarderen. Nee, dat, maar dat, nee, dat zeg ik ook niet. Maar dat is, ik weet niet. Bij Marvel klopt het. En ik heb het gevoel dat het hier wordt ja, gedaan ook... om, omdat ze maar... Verhalen vertellen zijn of zo, het kan, maar ik weet niet. Ik weet, niet, ik voel hem niet. Nee. Ik voel hem niet, maar wat ik wel voel: mijn meest verwachte game dit jaar. Ja, ik zit te twijfelen tussen uh, God of War en um, de expansion rock, rock. en de expansion van Elite Dangerous, namelijk Odyssey. Um, voor mij is het Final Fantasy 16, die, die staat gewoon. Ver bovenaan. en, aan. Okay. en uh, Ragnarok staat zeker in dat lijstje ook inderdaad ja ik denk dat hij op twee of drie staat bij mij Ragnarok gewoon simpelweg omdat God of War 2018 was eigenlijk mm -hmm. bijna een perfecte game ja op alle vlakken gaat God of War en Last of Us 2 poelen? nee zeker niet wat vind um, ik denk voor verdeeldheid zorgen ik denk technisch bepaalde dingen doen die ik niet eens weet wat er gebeurd is. Want ik heb de game niet gespeeld en ik wil dat ook niet te horen krijgen, alsjeblieft. Maar van wat ik mag geloven, iets in die trant. Ik denk dat er zo'n... Het is de game er ook niet voor, denk ik. Nee. Nee. Kijk, Last of Us is altijd best wel politiek gedreven ook geweest. En ook gewoon kritisch op maatschappij mm -hmm. en... en... Dus daar verwacht je het ook wel. Dit niet. Dit, dit, bij, bij God of War ver, verwacht je gewoon een epic verhaal. Ja. En ik Zoals denk ook wel dat het er twee gaan komen. twee is blijkt een vrouw te zijn. Ja, als het, dus die, ze... Ze kunnen het gebeuren. Gebeuren. ze kunnen Boy. Girl. Girl. <laughs> boy. Girl. Did you just assume my gender? Girl. <laughs> ja, nee, ik, ik weet het niet. Ik, They. Voel, ik, voel, ik verwacht het niet. Nee. Dus dus uh, nee, ik, maak je geen zorgen. En uh, dat was eigenlijk de vraag van uh, Jorik de Boer. Mm -hmm. Maar ja, mijn potentiële hoogtepunt gaat dus Elite Dangerous. En God of War, War 2021, zeiden ze. Dus, en uh, voor mij, ik denk dat het gewoon heel simpel is. Ze gebruiken gewoon dezelfde engine, want die schaalt redelijk voor PlayStation 5. Ik denk dat God of War ook gewoon op de PlayStation 4 gaat komen. En zelfs God of War, PlayStation 4 ziet er al. Extreem nice uit op de PlayStation 5 nog steeds, dus mm -hmm. um, nee, uh, we, ze hebben letterlijk die engine staat al. Alle assets da, staan al bijna. Je hoeft ah, alleen uh, een nieuw verhaal uh, daarvoor te maken en dat, ja, dat alleen. kan alleen nee, maar dat zijn ook gewoon mocap sessies en weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Hey, hallo, maar Volgens mij is die game uh, God of War uh, duurde zes jaar om te maken ja. Dan kunnen ze nu wel drie jaar uh, kunnen ze daarover doen. En, ja. en misschien al langer. Hè? Want waarschijnlijk dat zijn ze al voor, voor het begin. Uh, voor de release van uh, God of War 2018. Is ja. er al een klein team begonnen aan Ragnarok. Ik, ik denk dat ze het bijna meteen doorgepakt hebben. Ja, daarom. En misschien al daarvoor. Dus. Uh... Ja. Nee, uh, ik denk dat uh, drie, vier jaar. Dat, dat, dat moet makkelijk kunnen voor een sequel. Met dezelfde engine en de, dezelfde characters. Dus, uh, ja. dus ik, ik verwacht dat uh, zeker wel uh, dit, dit jaar nog. Wanneer gaan we iets zien van Starfield? Ik denk. Zien. Ik weet niet, ik denk dat dit echt een, een, een jaar wordt waar alles waar nog niet echt een datum op vast zit, ook absoluut geen datum op vastgeplakt gaat worden in verband met de corona. Uh, dus ze gaan heel, heel afwachtend zijn met data. En, en, en natuurlijk, de hele overname van Microsoft, die, uh, die kan natuurlijk al een heleboel dingen nog in de war schoppen. Misschien zijn ze heel erg. Het hele marketing veel zal, nog, zal nog kunnen veranderen, inderdaad. Uh, dat zou kunnen. Misschien uh, dat het uiteindelijk wel uh, volledig exclusief Xbox uh, wordt. Ik weet niet in hoeverre het gaat gebeuren voor alle Bethesda games die nog komen op de korte termijn, oftewel de komende drie, vier jaar. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Mij maakt het overigens geen drol uit, want ik heb een PC, dus uh, dat komt helemaal goed. Maar ik snap dat er heel veel mensen best wel teleurgesteld kunnen worden als de um, ja, Elder Scrolls of, of Starfield gewoon Xbox-only wordt. Ik uh, denk het wel. Ja. En, uh, minstens limited time. Ze hebben niet dat geld neergepland uh, neer om het gewoon uh, no. zomaar op Playstation uit te brengen. Ik zag nog een goede vraag van iemand. Ik, ik, sorry, ik ben je naam heel even kwijt. Denken jullie dat uh, God of War en Horizon uh, Forbidden West uh, op de Playstation 5 gaat tegengehouden worden qua graphics door de Playstation 4? Ik denk het wel. Dat hebben we ook gezegd ja. bij Xbox One en Halo Infinite. Mm -hmm. Ja, dat, dat gaat hier niet anders zijn natuurlijk. Ik bedoel, ja. je moet rekening houden met wat we ook doen. Het moet draaien op, op de PlayStation 4. Hou je daar niet rekening mee, dan krijg je een cyberpunkje. Ja. Ja, nee. Nou, ja. Dus, <laughs> dat ja. Die, kijk, je noemt nou wel de game met de, het allergrootste verschil ooit... tussen de last gen en de current gen. Ja, nee, maar, slash maar, maar ik, ik bedoel, dus, die, die, die hele engine van hun heeft weinig rekening gehouden met de PlayStation 4 ja. en dus zie je dat het een belachelijk mooie game is, ja, uh, maar wel op next gen. Ja zeker. Want het is niet gemaakt voor de current gen. En ik denk dat het met Horizon Forbidden West en God of War Ragnarok dat die veel meer met de last gen uh, in gedachten zijn uh, gemaakt, omdat ja, die zeker. engines komen ook daar vandaan. Ja. ja. Dus. En ik denk ook als je kijkt, uh, want ja, yeah, God of War is een fucking mooie game. Ja. Um, ik is er al een PlayStation 5-patch of iets voor? Of loopt, God of War? Nou, wat, ik, wat, wat ik had uh, begrepen, uh, er is geen Next Gen-patch voor PlayStation 5. Maar als jij God of War op een disc hebt, mm -hmm. disconnect je PlayStation van het internet, doe de God of War-disc in je PlayStation 5, dan draait hij 4K 60 FPS. Dan heb je dynamische 4K 60 FPS. Heb je hem geüpdate? Dan, dan kan het alleen meer. maar 1080p 60 FPS zijn of 4K 30. Denk je niet dat datzelfde. Oké, okay, maar dan tegen die tijd wel met, met groen licht van Sony schijnbaar. Want er zal een reden zijn dat dat buiten het internet om moet gebeuren. Maar denk je niet dat ze hetzelfde gewoon gaan doen met Ragnarok? gewoon die versie die uh, op de PlayStation 4 komt, die zal er nagenoeg hetzelfde uitzien als, als de oude. Denk het wel, oude. ja. En uh, de nieuwe versie wordt gewoon een uh, enigszins uh, geüpdate. Ge als hij uh, meer high res is, betere textures met, uh, met uh, uh, hogere FPS, ja. Gewoon texture pack eroverheen. Ja. 60 FPS, helemaal. En dan ziet hij er al amazing, amazing bal. Hij was, hij was al, hij was al fucking mooi. Daarom, er is niks aan de hand. Uh, ja. Ik zag trouwens nog één vraag, en dan even tussendoor, omdat het toch over de, onze uh, meest geanticipeerde games Wacht, van dit jaar gaat. Misschien moet jij deze vraag beantwoorden voordat hij weggaat. Hoeveel <laughs> spelen jullie, haha, <laughs> hoeveel games spelen jullie op de PC met controller? Uh, ik kom van de console op sinds twee jaar PC, uh, maar in FIFA, ook The Witcher, speel ik toch echt liever met een controller. En Consolido speel ik met mijn mouse keyboard. Hoe is dat met jullie? Nou, Deze jongen hier, in het witte shirt, uh, deze iets langere jongen dan die jongen met die rode pet naast me, uh, rode muts, sorry. Uh, die speelt nagenoeg alles met een controller, behalve Builders, ik, uh... RTS's en builders, dat bestaat niet dat je dat met een controller speelt. Dus alles behalve uh, dat. Ik speel zelfs Halo Wars. Halo Wars, die, die is nog goed speelbaar met een controller. Maar weet je, als je maar eens voor toetsenbord uh, voorhanden hebt, dan, dan doe je natuurlijk liever dat. Um, ik ben eigenlijk hetzelfde als jou, Robert. Uh, ik, uh, ik speel eigenlijk alles met controller behalve shooters. Ja, dus ja. Dus speel jij ook RTS'en met controller? Ik speel weinig RTS'en, eigenlijk weinig tot geen. Maar als ik ze speel, dan, dan, dan speel ik ze wel met mijn muis Ja, ik wou net zeggen. Er zijn games die kan je absoluut niet met een controller spelen. Ook al zijn er wat hier en daar wat geinige manieren om toch zogenaamd uh, controller-friendly te maken. Maar dat zijn de Planet Zoo's, dat zijn de Planet Coasters, dat zijn de, de Age of Empires, noem maar op. Mijn broertje is een Planet Coaster, begonnen op, uh, op, What? op Xbox op X hij heeft een Xbox Series X. Oké. Okay. Hij, hij heeft geen pc meer verder hè, dus maar ik vind het cool. Laat hem een muis toetsen worden. aansluiten. Weet je wat vet is? En dit is, mijn broertje is geen hardcore gamer. Mm -hmm. Mijn broertje heeft, had letterlijk alleen een Switch, heeft denk ik twee, drie jaar eigenlijk niet meer gegamed. Mm -hmm. die had nu zoiets van ja, ik wil wel weer een nieuwe console wat moet ik kopen? Ik wil eigenlijk een PlayStation 5. Ik zeg jongen, haal een Xbox. Ja. Yeah. Ja, maar ik wil eigenlijk PlayStation 5, iedere PlayStation 5, PlayStation met baseball bla bla bla. Ik zeg haal een Xbox, alsjeblieft haal een Xbox. En betaal een tientje per maand een Xbox Game Pass. Mm -hmm. Hij kijkt zijn ogen uit. Ja. Hij, alles is die aan het proberen. Uiteraard. En zo is die bijvoorbeeld ook op Planet Zoo gekomen of op Planet Coaster gekomen. Ja. Nee, het is echt super vet. Ja, ja ik, ik zie veel mensen die het niet mee eens zijn Controller, uh, shooter spelen, maar tegen die mensen heb ik één hele simpele boodschap. <laughs> Fuck jullie. Ja, dat moet je toch zelf weten? Ja, daarom ja. moet ik zelf weten. Dus de volgende brief is van Bart. Bart zegt, gamige baaskings. Bitcoin en veel andere crypto's zijn de afgelopen tijd flink in waarde gestegen. Er is een toenemende belangstelling voor digitaal geld. Waarschijnlijk omdat de toekomst voor veel mensen onzeker is. Dat is zeker. Ik weet dat Boris al langer in de ban is van crypto. Maar hoe is het sentiment bij de rest van de redactie? Zien zij het ook als een waardige vervanger voor het huidige geld? Groeten Bart? Nee. Ik zie het niet als een waardige vervanger voor het huidige geld. Voor mij is het simpelweg een uh, manier om mezelf te beschermen. Uh -huh. Ik heb geen uh, koophuis of wat dan ook. En uh, de inflatie en, en uh, al het geld wat wordt bijgeprint. Ja. Uh, je moet ergens uh, in een harde asset je geld stoppen om uh, je te beschermen tegen waardevermindering van het geld door alle bijprinten. Precies. En, uh, ik, en daarvoor heb ik voor Bitcoin gekozen. Ja. En, um... en iedereen die begint over die dikke daling van vandaag, winnen maar aan, want er gaan dalingen komen die nog drie keer zo hard zijn. Procentueel gezien, even oh, erg jongens, als niet. We, we hebben vier jaar lang bear market over. No. <laughs> dus wij worden daar echt niet meer onrustig van hoor. Dus. Uh, ja. en, en, en Bitcoin is niet alleen maar sentiment en uh, heeft geen onderliggende waarde. Dan, uh, de, 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 dan zou je daar heel even zelf onderzoek naar moeten doen. Uh, maar meestal de mensen die dat zeggen, die roepen gewoon maar wat van de kant. En uh, die, die hebben geen idee of wat dan ook. Maar. Uh, nogmaals, investeer alsjeblieft niet, en zeker, we mogen niet even financieel advies geven, omdat iemand anders je dat zegt. Ja. Weet je, er gebeurt heel veel rondom het onderwerp. Zoek uit waarom dat is. Ja. En bepaal voor jezelf. Dat, dat, dat is de enige, enige reden. Daarom. Nee, ik, uh, ik moet zeggen, ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik heb er, volgens mij, doordat ik ooit een paar jaar terug wat erin had gestoken, staat er nu ergens nog op mijn wallet een paar honderd euro. Um, aan Bitcoin. Maar verder. Uh, nee. Verder blijf ik er lekker vanaf. Ik ben er niet mee bezig. Vooral niet met altcoins. Want dan ben je helemaal. Uh, ja, ben je dat op... kan. Dan moet je helemaal zelf weten. Ja, maar dat beter, kan. maar, maar Dan, je, dan, dan ja. moet je gewoon veel meer ermee bezig zijn ook. Nee, het is gewoon gokken. Ja, daarom. Ja. Weet je, de, ja, en, de, ja, en, de ene en dag. Er is niks uh, mis mee. Dat sommige mensen houden van een gokje. Uh, de ene die dag, dag. zei je in je blootje te dansen op de tafel. omdat je 300% erbij hebt gepakt. Maar de volgende dag ben je alles weer kwijt. Dus uh, daar ga ik niet aan beginnen. Dus, Bart. Uh, het leeft, het sentiment heerst, maar het sentiment heerst denk ik niet heel erg uh, richting uh, altcoin. En, voor de en, en 30k investeren is geen gokje. Uh, nou, voor sommige mensen wel. Dat, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar je hoeft niet een hele bitcoin te kopen. Uh -huh. Je kan gewoon letterlijk voor een tientje een paar satoshis kopen. Zoals ik zeg, ik heb... Ik heb een paar honderd euro. Ja. Ik heb ik heb ander, of 1 van een bitcoin of zo, zoiets. Mijn broertje is er vorig jaar mee begonnen en die doet gewoon dollar cost average en gewoon elke, elke maand doet hij een vast bedrag erin en maakt nou, niet uit dat... wat, 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 wat wat op dat moment de koerswaarde is. Ja. Nou dus dat. Dus ja. Mensen kiezen eigen pad. Ja. Als je het niet wilt doen, vooral doe het niet. dat 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 is heel erg belangrijk. Waar Hier begint hij. Oké. Okay. Hey GameKings! Een vraagje hier van een trouwe premium-kijker uit San Francisco. Ondanks dat ik totaal niet geïnteresseerd was in Cyberpunk en ik alle previews, tra trailers en developer updates aan me voorbij uh, heb laten gaan, ben ik uiteindelijk toch geswitcht voor de enorme hype. Aangezien ik de ervaring niet wilde verpesten op mijn PlayStation 4, was mijn enige optie om een dienst als Google Stadia te nemen. Aarzelend begon ik aan mijn eerste cloud gaming ervaring, maar 30 uur Cyberpunk later kan ik niets anders concluderen dan dat Stadia echt een is. Uh, doorbraak is. Ik merk totaal geen input lag. De graphics zien er erg goed uit en zodra mijn vriendin de tv wil gebruiken, schakel ik gewoon meteen over mijn iPad of mijn MacBook. Echte verademing. En ik ben inmiddels ook aan de slag gegaan met de beta van Amazon uh, Luna. En ook dat werkt als een trein. Het enige minpunt is dus weer het enorm beperkte aanbod van games. Het enige wat te spelen is, van, afgezien van cyberpunk, is allerlei Ubisoft troep. Ja, dat is wel een <laughs> beetje waard. En Denken jullie dat de Cyberpunk PlayStation 4 de baken meehelpt aan de adoptie van cloud gaming? Absoluut. Maar mm -hmm. mensen zoals ik noodgedwongen ontdekken hoe goed die services werken. Of is dit een verwaarloosbaar effect? Nee, ik denk dat, dat Cyberpunk echt een hele grote rol heeft gespeeld. Uh, en ik, de ik de denk dat Stedium. Cyberpunk de eerste grote game is die groot inzet op, uh, op die cloud services. Maar, want uh, zij weten dons goed van je wilt deze game met een high-end PC spelen. En als je geen high-end PC hebt, wat, wat is dan het eerste beste vervanging? Is op andermans uh, high-end PC spelen, namelijk op die van Google of Nvidia. Ja. Dus uh, ja, waarom niet? En die worden altijd ook geüpgrade. Ik bedoel, het is niet dat jij op een gegeven moment na een jaartje opnieuw moet inkopen voor duurdere hardware binnen Google. Nee. Ja, misschien gaat de abonnementsprijs omhoog, dat, dat kan, kan. Maar. Ja. Uh, uh, dat zul je overal zien, ook bij Netflix en Disney Plus en noem het allemaal maar op. Uh, denken jullie dat Sony de boot gemist heeft met cloud gaming? Omdat ze zich uh, totaal lijken vast te ankeren in de fysieke console... waar Microsoft volop experimenteert met xCloud. Uh, nee, Sony heeft zeker niet de boot gemist. Sterker nog, Sony was uh, een van de eerste grotere partijen die ermee uh, bezig is gegaan. Ze hebben natuurlijk Gaikai uh, gekocht, heel ja. lang geleden. Uh, dat, dat was die streaming service. Dat is eigenlijk... Uitgemond in PlayStation Now op dit moment. En als ik kijk naar PlayStation Now, Now zoals we het hier wel eens uh, gek noemen, oh, no. is best oké. Okay. Ik bedoel, uh, alle PlayStation 3 en PlayStation 2 titels moet je volgens mij streamen. Alle PlayStation 4 titels kan je streamen op PC of op je console. Mm -hmm. uh, dus dat kan ook vanaf een PlayStation 4 console. Um, of je kan ze downloaden. Ja. Dus een beetje à la Game Pass, alleen niet zo uitgebreid als Game Pass. Uh, en, en ook niet zo recent als Game Pass de titels. Nee, die komen. nee, 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 zeker niet. Maar er zitten wel een aantal uh, mooie toppetjes uh, tussen. En zeker ook uh, qua PlayStation 3 games en shit. Dat, mm -hmm. is, uh, dat is ook nice. Dus uh, Sony heeft de boot niet gemist. Maar Sony lijkt zich uh, nog niet daar helemaal op te focussen. Terwijl Microsoft wel iets harder dat aan de push is. Maar uh, dat is ook logisch. Ik denk dat, uh, dat Sony's sterke punt nog wel altijd een eigen console is. En je merkt ook, uh, check hier alleen maar even de chat... wat het sentiment is richting cloud gaming. Dat is over het algemeen nog vrij negatief. Ja. Mensen, mensen die het uh, hebben geprobeerd of gespeeld, mm -hmm. die zijn wel positief. Maar heel veel mensen staan er echt heel sceptisch tegenover. Snap ik. En um, dat is denk ik nog de reden dat Sony zoiets heeft van... oké, okay, we hebben de infrastructuur, we werken eraan. Ze hebben die deal gesloten met Microsoft... om, om uh, streaming via hun Azure-service uh, te, te laten lopen. Dus... Dat is een gigantische uh, samenwerkende investering. Ja. Dus daar zijn ze achter de schermen nog steeds volop mee bezig. Uh, dus die hebben de boot absoluut niet gemist. Maar uh, die wachten gewoon op betere timing voor deze service. Ja, zeker. En die tijd die komt wel. Want de, 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 je ziet het nu met Cyberpunk. Daar zijn we nu echt aan begonnen. En uh, de enige manier om dat een beetje nog vooruit te blijven pushen... is als andere grote games er ook groot op in gaan zetten. Ik zie uh, ook een leuke vraag van Zeppe. Wanneer kan ik nou eens eindelijk eens een 30-80 gaan kopen? Ik ben het wachten wel een beetje beu. Voor binnen doen vind ik zonde. Nou, het probleem is. Ik denk dat je nog drie maanden moet wachten. Nou, ja, maar het echte probleem is gewoon ook nog steeds. Miners. Ja. Kijk, met miners hebben we het niet over minderjarige kinderen. Nee, we hebben het over mensen die bitcoins opgraven. Ja, maar dat is wel echt een probleem. Want. Eén, er is al een gigantische vraag. Omdat het echt een, een nieuwe generatiestap is. Niet ja. zoals van Pascal naar uh, RTX 2000-series. Wat vooral features toevoegde en niet zoveel uh, performance. Ja. Nu zijn het features en performance. Zeker wanneer je van Pascal afkomt. Dus dat is al een hele grote stap. Daar zijn heel veel mensen geïnteresseerd in. Mm -hmm. komt het moment dat mensen gaan kiezen. Ga ik voor next-gen console of ga ik investeren in mijn PC? Nou, dan met die performance gains... Hebben toch heel veel mensen... Nou, ik ga toch een PC. Een aantal van jullie hebben ook die keuze gemaakt. Ja. Ik, ga, ik ga voor de aankomende ge generatie ga ik voor een PC. En dan, dan krijgen we ook nog die fucking bitcoin uh, die door het dak gaat. Uh, waardoor het sentiment enorm uh, optimistisch is, ook weer wat dat betreft. En uh, miners ook een uh, slaatje eruit willen slaan. Al die klootkinderen, kinderen. Die minderjarige kinderen ja. die willen er ook een slaatje uit slaan. Nou, Ja, maar dat is ook... Ja, het is wel kut. Ja, nou, het is vervelend. En ik zie het ook. De, 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 je hebt de 3060Ti's, je hebt de 3070's alles is of nog niet verkrijgbaar of gewoon niet verkrijgbaar op dit moment. Dus uh, ja, ik, ik hoop echt dat er rond maart wel weer een beetje uh, aanbod is. Want er zijn zoveel mensen die wachten op zo'n kaart. En um, ik, ik zag iemand vragen, misschien was dat volgens mij van, uh, maar zijn alle bitcoins niet al bijna gemaakt? Nee, 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 uh, de, de, de supply staat vast. Uh, en die wordt elke keer met een halving, wordt die doormidden uh, gehakt. En volgens mij loopt dat nog, ja. Het loopt nog heel lang door, in ieder geval. Voor, voor zover ik weet zijn het nog minimaal drie halvings. En, en volgens mij komt er nog meer. En een halving is ongeveer om de vier jaar. Ja. Wat dat betreft, heeft hij het van je overgenomen? Ik heb heel veel, veel stopwoordjes <laughs> Bijzonder, zeg ik ook heel vaak. Maar, ja, enigst. Maar, nee, dat niet. Maar het, uh, wat, vroeger zei ik ook iets anders. Ik weet niet meer wat, wat het was. Ik heb gewoon periodes dat ik dat ik bepaalde Heel veel mensen heel hier zeiden altijd maken. maar echt... Maar ja, echt heb ik ook heel vaak gezegd. Maar ja. echt, dat ja. was, was Shelley, Jelle, heel David, jij dus. <laughs> ja, maar echt. Um, de volgende is. Eind oh. 2040 stopt dat, zegt Kit. Ah oké. Okay. Nou, dan heb je nog even de tijd. Um, de volgende is van Nathan Franks of Nathan Franks hoe je het ook uit wil spreken. Ik vond het eerste. Nathan Franks. Nathan Franks. Hi Game Kings. Ik geniet al jaren van mijn Nvidia Shield als mediabox. Nu biedt Nvidia al een ruime tijd ook cloud gaming aan als dienst. Ik heb nog nooit uh, gebruik gemaakt van deze dienst, omdat ik veel op mijn Playstation 4 speel. Omdat Cyberpunk zo verrot is op de oude consoles, zit ik er toch echt over na te denken om deze dienst van Nvidia te proberen. Op YouTube hoor ik uh, goede verhalen over de hoge fps en graphics. En zelfs met een game als Cyberpunk, die veel vraagt van de hardware. En lage input lag. Ik vind dat uh, uitstekend gedaan namelijk bij GeForce. Mijn vraag is dan ook... Wat is jullie ervaring met deze clouddienst? En zouden jullie hier een item aan kunnen wijden met het oog op cyberpunk? Hebben we al gedaan. Die of... vraag hebben we volgens mij wel vorige week al beantwoord. Ook over streaming? Ding 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 ja, over GeForce Now hebben we al gedaan. Dus, beste Nathan, kijk die van vorige week terug. Die heb je waarschijnlijk al... Nee, die al... ging over Stadia. Oké. Okay. Maar GeForce Now hebben we echt al heel lang geleden gedaan. Ja, maar niet met cyberpunk. Nee, maar dat, dat maakt toch niet uit? Nee. Moet ik diezelfde dienst bij, met iedere game gaan checken dan? Ik bedoel, daarvan ja. is hetzelfde. Ja? Nee. We doen even de GeForce Now uh, review van Cyberpunk volgende week. Uh, nee, absoluut ja, nee, niet. Nee, dit is geen belofte. Sorry. Uh, nee, ja, maar, maar ik, vol, ik, uh, Volgens mij is de, wat, wat de chat ook zegt. Deze brief is serieus van vorige week. Dat dacht ik ook, ja. Oké. Okay. Voor, voor mijn gevoel, Devs, ik heb het niet gemeten. Maar voor mijn gevoel heeft GeForce Now... Zeker met uh, muizen, uh, games die ik met muizen toetsenbord speel. Heeft voor mijn gevoel, die nou een lage input lek. Lag. Okay. Maar dat is niet, niet wetenschappelijk uh, vastgesteld. Uh, ja, ik, uh, ik heb thuis een shield en dat doe ik uh, in combinatie met uh, game stream. Dus dan zet ik ze maar boven mijn PC aan, beneden die shield aan. En dan uh, merk ik wel wat input lag. Zelfs als zit je gewoon op één LAN-netwerk. Uh, um, maar het is wel het, het werkt als een tit verder. Uh, je moet wel zorgen dat alles aanstaat en je moet het op het beeldscherm spelen met eigenlijk je hoogste resolutie, want hij pakt volgens mij wel de resolutie van je monitor. GeForce you know? nou? Volgens ja. Volgens mij ja, maar is het niet. max 1080p. Uh, nee, maar ik bedoel de, die game stream die uh, dat je, je kan uh, casten, oh zo dat we, ja. Ik weet niet, ik, ik wil heel graag keer zijn video shield testen. Ja, misschien volgens uh... mij, uh, want ik heb bijvoorbeeld mijn mijn basisscherm, mijn gamescherm is 1440p. Ja, en volgens mij, ik weet het even niet zeker, want ik heb niet overal heel erg met de instellingen uh, gecheckt, maar um, kan ik dan op de tv beneden op die die CX. Uh, kan ik dan ook maar 1440p? Uh, aanvinken. En wat eigenlijk Prima is hoor, ja. voor, voor, voor een tv. Maar uh, het ding is, uh, dat is ook de reden waarom ik mijn Steam Link uiteindelijk weg heb gedaan. Ik gebruik... oh, je kan wel gewoon de game, uh, resolutie in-game aanpassen. Also, okay. Ik gebruik de Steam Link, maar de hele tijd start je gewoon de PC-versie natuurlijk. Je ziet ook op, bij je PC, zie je op het scherm gewoon ja. de game draaien. Ja, ja dat is ultra-wide scherm. Ja, precies. <laughs> weet je, dan dus moet ik de hele tijd gaan zitten kutten tussen die dingen. Dus uh, ja, helaas. Koos. Ja. Ik hoorde dat jij ook problemen had met de DualSense-controle. Ja, klopt, ik heb een uh, drift-stick-stick-stick-stick-drift. Stick-drift. Drift. Ja, serieus? Ja. Wow. Nu al? Al gelijk dag 1. En je L1 werkt ook al niet meer? Nou, dan gaan of, we, uh, of is dit een soort van. Daar gaan we deze zaterdag achterkomen. Ik wou net zeggen. Deze zaterdag, die 12 P uur. Proeg hem even, even. Deze zaterdag, 12 uur stream. Ik ga Sekiro spelen van 12 tot 12 uur s'nachts. Niet alleen maar Sekiro trouwens, hè? Uh, maar dat is de, de stream waarin ik Sekiro ga spelen. Mogen wij misschien alvast één minuut stilte in de chat voor Koos? Voor, voor die DualSense controller. Uh, dat ook. <laughs> uh, voor Koos L1, voor zijn controller, voor Koos alvast, zelf. Alvast één minuutje. Maar wat als ik nou dood ga door Stiff Dick? F, F, F. Maar wat als ik nou dood ga door Stiff Dick? Hoeveel, wat, waar zijn die F's voor? Oh, de F's voor Koos denk ik. Can I get a F in chat, boys? Ja, nou, gaat goed komen. Gaat goed. Hé, hey, eerlijk man. Uh, Dude, jij bent, ik weet Souls. waar jij bent gebleven. Jij bent gebleven bij die guy bij die poort. Dat is nog niet eens een bos. Nee, maar uh, je moet daar ook vuur hebben. En ik had het vuur ook nog niet. Je hebt het vuur helemaal niet nodig. Ach, nou je bek joh. Je maar hebt het vuur wel nodig als je L1 niet werkt. Maar het uh, ding is, uh, Demon's Souls heb ik nu gedaan. Dat ging uh, best aardig op een gegeven moment. Uh, Jedi van de spelen Spelling nu Grandmaster Difficulty. It is, it Dat is gaat an, heel erg aardig. Het is een state of mind. Ja, 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 absoluut. Ja. En, en ik, uh, de, daarom vind ik de Demon's Souls wel echt geniaal. Dat is voor mij de, de gateway drug geweest, zeg maar. Het verandert je benadering van games. Ja. Permanent. Ja. En dat is echt fucking dope. Want dat... je moet al je greed van tafel gooien. Ja. ja. Het, het is niet meer mindless. Nee. En ja, het is, het is zeker... mindful. Ja. Maar het is geen mindful game. Nee, zeker niet. <laughs> <laughs> het is anal rape. Maar ja, dat ja dat is ik, vind lekker. Het, uh, ik vind het fucking nice. Dat is gewoon lekker. Dus, uh, en de coach gaat van een koude kermis thuiskomen, nou, we, we, mm -hmm. zien het wel, we zien het wel. Nou, ik heb, ik heb nu vier, uh, vier verslagen in Demon's Souls en ik, ik ben best trots op mezelf. En uh, ik vind het een fucking vette game. Dus uh, we, gaan, we gaan het zien. It's mindful anal, anal rape, ja. Ja. Fick me niet Maar uh, de game ziet er fucking gruwelijk uit, zeker ook, dus uh, kom maar op. En hij draait solid. Nou, nee, niet solid, het is hij draait port. wel 60 fps uh, op Playstation 5. Dus dat is sowieso wel heel erg nice. Beste Gamekings. Bij mij roept geur soms een bepaalde herinnering op. Wanneer ik, op een al, uh, wanneer ik een oude zolder ruik, moet ik altijd denken aan mijn Super Nintendo tijdperk. Hebben jullie geuren waarmee je direct associeert met een bepaalde plek of periode? Jazeker. Ja. Royality. Ja, ik ook. Strik weet... je tofu. Uh... Breng me gelijk terug in de straten van fucking Taiwan. Ja, ik heb, wel, ik heb ook wel eens um, over Taiwan gesproken. Je hebt wel he heel soms loop je langs. Um, Zo'n Aziatisch tentje en dan heb je die, die typische soort van gekookte Five Spice lucht. Ja. Die je daar echt in elke 7-Eleven en Merkvorder ook. Dat, dat neemt me terug. Uh, dat sowieso. En heel soms heb je zo'n moment van... Oh jezus, dit doet me denken aan gewoon een persoon van vroeger die een luchtje op had. Maar echt gewoon van fucking 15 jaar geleden of zo. Nou, dat ja. soort dingen. Ik had dat een keertje in Mexico. En de, ik stapte daar in een hotel. En het rook... Naar na, na schoonmaakspul, wat mijn ja. oma altijd had. Ik was gewoon in mijn mind. Ja. Was ik weer bij mijn ja, opa en oma. Dat thuis. soort dingen. Ja, dat was echt, echt insane. Vond ik heel vet. Dat was in Mexico. En soms, soms heb je, herinner je je ook ineens een geur. Zonder dat je dat echt ruikt, ruik je ineens iets in je gedachten of zo. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar dat, 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 dat neem je ook meteen terug naar een plek of een ding. Niet, ik heb niet per se gamey. Uh, geurtjes, geurtjes. <laughs> nee toch niet nee gewoon een zweet uh, s uh, s ja, ding nee ook, ja. nee ook niet nee even. pick of kont nee. zag ik ook al nee, nee. sorry <laughs> bierscheten, bier scheten. maar het duurt toch echt lang voordat je een bier scheten hebt ik bedoel mm -hmm. de, die, ik heb bier scheten heb ik pas meestal de volgende, volgende dag ja dus bier scheten tijdens 4 van de negen dan weet ik niet hoe snel je metabolisme is <laughs> wat dat betreft oh mijn god Biebesketen is... zijn wel echt het meest smerige jongen. Oh. Of, of uh, als, je, als je heel brak bent en je gaat naar de wc Dat is ook niet chill. Van, van die stinky, tof. Stinke hey. Weet je wat je echt niet wil? Je wil echt niet aan de diarree zitten. Terwijl je door een jungle loopt. In, in <laughs> en op de set van King Kong. <laughs> Ik kan wel zeggen dat ik... Op... Terwijl, terwijl ik word door een of andere kerel word neergestoken met een, uh, met een fucking speer. Ik kan wel zeggen dat ik op de set van King Kong... dat, dat, dat ik die wc helemaal vol heb geblaft. Dat is niet normaal. Oh, heerlijk. Kleine... Oh, dat was zo erg. En dat, dat stonk ook zo erg, jongen. Bamboeers. En ik zweet hem helemaal kapot, jongen. Ken je dat? echt Dat, dat zweet gewoon van je reet af druppelt. Zo, zo... Broeierig was het daar? Ja, ja, terwijl je dan. Dat je ook zo lekker over die bril op te glijden. Ja, dat je over die bril loopt te glijden. En het was een wc die. nou twee keer zo laag is dan elk andere normale wc die je gewend bent. Dus je loopt over die bril te glijden. Het zweet loopt langs je bilnaat. Je zit aan de diarree. Uh, je kan je kom niet normaal afwegen. Want elk fucking velletje papier wordt meteen zeiknat. Mm -hmm. dus het, het was echt hel. Het ja. was echt. En daarna moest ik kanonen. Ja. In de volle zon. <laughs> Oké, okay, dat kano was ook gewoon dat je zelf drie, vier uur achter elkaar gewoon mocht peddelen. Oh, uh, je nee. zegt een dood ongelukkigheid, maar iedereen eet smakelijk inderdaad. Ja, ja want het, het, tijmen, is, het is maar het eet hey, de waarheid man. Maar het was wel vet. Het hoorde wel bij de ervaring, heb ik het gevoel. Ja, er zitten nog kijkers aan de lunch. Jullie weten waar je aan begint. Je weet het risico dat je loopt wanneer je Brieven Maandag gaat kijken. Dat weet je. Ja. Dus als we maar gauw eventjes van onderwerp veranderen, gaan we naar de volgende vraag. Van ons vriend Pineapple Wizard. Gelukkig nieuwjaar, GameKings. Ik hoop dat deze vraag nog niet geweest is. Zijn er gameplay mechanics slash dingen die je vroeger heel tof vond, maar nu niet meer? Ik heb bijvoorbeeld uh, vrij weinig met open world tegenwoordig. Uh, voor mij hoeft het niet nog groter, ambitieuzer, et cetera. Geef mij maar een plek als Camaruccio uh, van Yakuza. Klein, compact, maar meer dan genoeg om in te doen. En verder ben ik meer van de lineaire werelden geworden. Een verhaal van A tot B uitzitten. Overigens is Flight Simulator een uitzondering hierop... ...for obvious reasons. Groetjes, Pineapple Wizard. Hmm. Gameplay mechanics die ik vroeger tof vond... ...maar nu niet meer. Voor veel mensen is dat... Uh, ...is dat turn-based. Voor mij is dat enigszins... Uh, I nice. ...platform games... ...een beetje. Hoewel ik een, een Mario 64... ...of een goede Mario game... Uh, en, ...en Benjo Banjo-Kazooie nog steeds... ...de beste shit ooit vind... Maar als, ik, als ik dat nu gedaan zie worden, dan is het heel vaak een beetje achterhaald. Um, Fetch quests. Oh. Even denken. Ja, hoe zou je gewoon singleplayer Call of Duty dat vond ik vroeger leuk, maar dat echt. Nu ken je dat? Ja, het, maar hoe, hoe zou je dat omschrijven als gameplay mechanic? Oh, ik weet wel een gameplay mechanic. Uh, die uh, hoe heet die shit nou? Dat je op tijd op een knop moet drukken. Quicktime event. Time event. Quick time events. Ja, ja. Dat mag voor mij echt opbokken. Ja. Scripted single player. Ja, maar niet per se scripted. Want er zijn af en toe ook hele lineaire games. Mm -hmm. Die dus heavily scripted daar zijn. Maar wel een hele vette ervaring bieden. Kot is dat niet. Nee. <laughs> Laat nou, Sterker nog, misschien wel juist het tegenovergestelde. Al die. die, open, die scripted single player games die pretenderen open wereld elementen te hebben. Daar, ben ik, daar word ik een beetje moe van. Ja. Want wat je dan krijgt, is gewoon van, je volgt die achtbaan... en op een gegeven moment kom je dus bij een soort van metaforisch stationnetje... waar je even een plein hebt waar je rond kan lopen... en dan ga je weer de volgende achtbaan in. Ja, de, 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 de trend waar ik ook heel erg slecht tegen kan... is die, die uh, obsessie met live service. Uh, dat heeft echt Marvel Avengers verneukt, mm -hmm. Dat heeft ja. die hele fucking game verneukt. Ja. Uh, want weet je, het is Crystal Dynamics. Dat is ook best wel een getal, getalenteerde studio. Kunnen vette games maken. De singleplayer was uit. Maar je ziet dat alles. Je ziet ook dat die singleplayer veel beter had gekund. Als ze zich niet bezig hadden gehouden met, met die live service shit van ze. Ja. Dus ja, ik, en, en, en daar gaat het gewoon mis. Ieder, iedere grote uitgever wil zo'n cash cow hebben. Waar mensen. Waar ze één keertje flink voor hoeven te investeren. En dat mensen tot in de einde der dagen uh, blijven spelen. En het heeft. Marvel's Avengers is echt volledig verneukt. Doodzonde, ja. want weet je, ik wil meer vette Marvel-IP zien in het gaminglandschap. En um, weet je, dat, dat heeft altijd een hele slechte naam gehad, zoals die Iron Man games en noem het allemaal maar op. Hebben we eindelijk Spider-Man gehad en hoop je dat nu ook voor Marvel een soort van, uh, van lat is neergelegd van, oké, okay, vanaf nu moeten we, net zoals Sony Games, moeten gewoon een bepaalde kwaliteit hebben vanaf nu. Ja. En, en ik had gehoopt dat het vanaf Spider-Man zo zou zijn en met, 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 met Marvel's Avengers hebben we gewoon weer een mediocre cutshit gekregen. Dus, ja. Zonde. Ik weet nog wel één, dat is geen mechanic, maar dat is meer gewoon een, een, een game genre als zich. Hackerslash, slash. heb ik helemaal niks meer mee. Vroeger vond ik het tof, want er lekker mappen, lekker rammen, lekker chaos. Maar nu heb ik echt helemaal geen niks meer. Mee. Is Neo combat... een hackerslash? Nee, want Combat moet slimmer zijn dan dat. En maar hoe zou je Neo omschrijven dan? Nioh is uh, action, adventure. Ja, oké. Okay. Combat uh, kijk, ik ga, het niet, ik ga niet zeggen: Souls like. Nee, dat nee, is nee, absoluut ik, niet. Ik bedoelt, is, maar... het, het, is, het is zijn eigen ding. Maar daar komt veel meer bij kijken dan alleen uh, rammen en uh, lopen en beuken en werk veel wat. Dus, uh... Bij de nee, ja, cool. Royale vind ik nog steeds echt heel erg vet, man. Ik ben de laatste tijd ook uh, veel meer Warzone weer aan het spelen. Ik ja. vind ik zo ontzettend leuk. Gewoon met vrienden of, of met mensen van de stream. Ja, mm -hmm. It's fucking nice. Ja, Hedis is trouwens waarschijnlijk wel. Dit valt wel nog te scharen onder, he, uh, onder hack en slash. Maar die, die doet verhaaltechnisch dingen heel anders. Dus dan vind ik het gewoon heel interessant waar het heen gaat. En ook met de, de, de random upgrades die je pakt. Dus het kan nog steeds interessant zijn. Maar de, de, het mindless rammen, daar heb ik gewoon over het algemeen niks meer mee. En uh, nee, geen winnetje meer gepakt uh, sinds, uh, sinds die stream. Volgens mij. Nee, volgens mij niet. Maar maakt niet uit, ik speel het voor uh, de fun. En het is altijd fun, Ook al gaat het slecht. Nee, het is niet altijd fun. <laughs> Jawel, het is altijd fun. Nee, Ook al ga <laughs> Jij een stream gedaan later, Ook, al ga jij... Ook al ga jij uh, zaterdag waarschijnlijk 12 uur op de eerste twee bossen. Uh... Nee, ik, nee, ik denk dat het wel goed komt, man. Echt, ik, ik denk dat je nu, nu je. Uh, nou, maar hebt... kunnen we zeggen? Het kan niet slechter. Nee, dat sowieso. Niet. <laughs> maar ik vind ook niet dat je de L1 de schuld mag geven. Ik druk op L1! Hou er op, rekening man. mee dat. Ik, ik la, ik, weet je wat ik. Animaties misschien... niet doorbroken. We, weet, doorbroken. Je wat ik misch... weet je wat ik misschien ga doen? Ik doe misschien gewoon een tweede cam. Gewoon om, 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 om mijn vingers, om mijn handen. En dan kunnen jullie zien of ik L1 druk. Ja. ja, maar weet ik maar. Het één ding om rekening mee te houden. Ah, en misschien dat je ja, dat nu weet. Ja, omdat je zoals. die als zo een animatie kan je, niet, kan je niet doorbreken. Ja. Ja. Dus als je iets drukt... en je drukt ondertussen heel vrolijk op L1... dan kun je drukken wat je wilt. Maar dan kun je zeggen, ik druk op L1, maar dan gebeurt er inderdaad niet. Zouden jullie Jan Roos uitnodigen? Nee. <laughs> What the fuck? Waarom? Fuck no. Zullen we doorgaan naar uh, de laatste? Sure. Volgens mij moet jij die doen. Oké. Okay. <laughs> oh nee! Wow! Wow! Sliffhanger. Komt die? Yo Game Kings! Van onze grote vriend Tomorrow. Tomorrow! Eight, eight, eight. Tijdens mijn vakantie, zo schrijft hij het ook: Vakantie. Dat is sick. Heb das ik drie sick. games uitgespeeld: Demon's Souls, Spider-Man, Miles Morales en Uncharted 4. Hierbij mijn korte vraag. Ik ben dus maar de PlayStation Plus collectie ingedoken om te kijken of er nog wat leuke games bij zaten. Al gauw kwam ik uit de vier games: Battlefield 1, Resident Evil 7, Days Gone en Final Fantasy 15. Welk van deze vier games zouden jullie mij aanraden? Of zeggen jullie wacht totdat er echte blockbusters gaan komen? Mm, als je allemaal nog niet gespeeld hebt, dan kan je bijna allemaal wel even, even oppikken. Nou, Battlefield zou ik links nee? laten liggen. Nou, Battlefield inderdaad, links laten liggen wat, wat er nog meer? Uh, Resident Evil 7. Top game, ja. Days Gone, vette game, Final Fantasy 15, fucking vette game. Ja, ik, ik zou persoonlijk zeggen Final Fantasy 15, maar dat is mijn persoonlijke smaak. Ja, voor mij geldt hetzelfde. Ik heb die overigens nog, ook nog niet gespeeld, die zou ik doen. En um, Days Gone hoeft van mij niet. Resident Evil lijkt me wel vet, maar ik heb niks met enge games, maar die zou ik je nog wel aan. durven raden. Ja, uh, Days Gone lijkt me minste dan van die drie. Ja, daarom. Ja. De, en Battlefield sowieso niet. Nee, Battlefield kan je echt helemaal links laten liggen. Ja. Dus, uh, nou, dus dat. Dat waren de vragen, man. Dat waren ze weer, man. Ik heb er weer uh, een oh. uur lang uh, Brief van Maandag hier zitten doen. ja uh, maar we moeten het nog even drie minuten volhouden. Is dat zo? Ja, één oh, uur scherp. Moet dat? we moeten het even één uur scherp. Uh, nou, oké. Okay. Als, mensen, als mensen hier in de chat nog uh, leuke vragen hebben, let us know. En dan kunnen wij uh, jullie vragen nog beantwoorden. Maar, moet je wel. Uh, ik heb, ik, heb vraag, ik heb nog één vraag voor jou. Ik heb nog één vraag voor jou. Zou je misschien eventueel even kunnen herhalen wat wij morgenavond allemaal moeten gaan doen? Met z'n allen. Mensen hier in de chat, ik thuis. Morgenavond om kwart voor zeven, wat ga jij doen? Wat, wat... Nou, morgenavond om kwart voor zeven moeten jullie. Uh, Hoe laat ook alweer? Kwart voor zeven. Hoe laat? Kwart voor zeven. Morgenavond om 18.45. uur 45? 18 uur 45, kwart voor zeven moeten jullie inschakelen op twitch.tv slash GameKings. Waarbij welke, welke we welke een twitch.tv slash GameKings, waarbij we een presentatie gaan voorbeschouwen, bekijken en nabeschouwen van ASUS ROG op de CES 2021. En um, ja, dat lijkt ons hartstikke gezellig. Gewoon per se nerd Dus, mocht je geïnteresseerd zijn, kom morgen kijken. En, uh, Wordt daar ook aangekondigd niet, dat, uh, dat de lockdown twee weken lang duurt? Er is ook nog iets bijzonders. Alleen, ik, ik, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dus, ik bij het heel veel in dit geval om met Tong. Mm -hmm. Wat dat betreft. Ja. Er gebeurt iets. Er gaat iets gebeuren. Ja. Tijdens die stream, <laughs> oh, drie weken langer. Ja. Ach, ja. We moeten, we moeten het allemaal maar wat van maken. Wat voor iPad heb je? iPad Pro. Maar dat is niet de goede vraag, jongens. Kom op. Street Fighter, Tekken of Mortal Kombat. Ik vind Mortal Kombat gruwelijk uitzien door die, door die uh, fatalities. Misschien is het bij de andere de, 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 de fighting uh, combat beter. Sneller misschien, want Mortal Kombat is redelijk traag. Maar ik vind die, ik vind die fatalities vind ik gewoon hard. Tot één Juno you know. Echt, uh, ik... Uh... Ik zie, uh, ik zie gewoon geen vragen. Nee. Wat een rust. Van welke games willen jullie meer zien dit jaar? Voor mij is het About. Uh, met De A. a. Oh, yeah. <laughs> uh, ja, voor mij is het ook Een About en... meteen inhakend op de volgende vraag van Moriaan. Daar zijn er nog building of simulatiesgames die jij wil. Uh, Manor Lords. Zoek het op. Interessant. Ik heb er nooit van gehoord. Maar het is één uur. En dus... Gaan wij uh, hier uh, de boel afsluiten. En vonden wij het rete gezellig met jullie weer een brief van doen. Ik vond het rete gezellig om met jou weer een brief te doen. Ik man. vond het rete gezellig om hier... Vond het rete. echt lang geleden. En uh, ik ja. hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. In ieder geval vermaak. Dat is het allerbelangrijkste. En als je ook nog wat informatie eruit hebt weten te vissen. Dan is dat helemaal mooi, mooi meegenomen. Voor nu gaan wij er vandoor. We zien je morgen. Kwart voor zeven. Twitch.tv slash GameKings. Voor de ASIS ROG CES 2021 presentatie. En uh, dan checken we je later jongens. Hele fijne dag verder. Ciao.